Dank u wel. Goedenavond. Wat fijn dat u bent komen luisteren. Het is bijna overbodig te zeggen dat het een ongelooflijk plezier is om weer te mogen spelen. Helemaal hier op orgel en piano. Dit was een stukje van de jonge Bach. U kon misschien horen dat hij nog goed ter been was aan de vele pedaalsoli. En ik zou graag verder gaan met muziek die speciaal geschreven is voor een wat kleiner orgel als dit. En dan komt ook de kamermuzikale setting waarin ik u zo'n beetje zie zitten. Heel ongebruikelijk bij een orgelconcert. Die komt dan ook iets beter tot zijn recht. Muziek van Hugo Distler. Iemand die in de jaren 30 in Duitsland actief was. Ondanks het feit dat hij nog enkele soldatenliederen heeft geschreven voor het regime. Kon zijn muziek de overheid niet bekoren. Hij stond onder grote druk. En uiteindelijk bleek zijn enige oplossing uitweg zelfmoord. En tegelijkertijd is daar die muziek die ongelooflijk sprankelend is, levenslustig, virtuoos. Maar er is ook een soort zenuwachtigheid en een soort dreiging. Uit de 30 spielstukken voor die kleinorgel hoort u de eerste 4. Thank you.
Wandeling, goedenavond. Gezellig hier. We gaan verder met de moderne piano. En ik speel graag de eerste partie daarvan Bach. Bach's muziek op orgel, op piano, het is niet kapot te krijgen. En de partita's zijn wel, ja, toch wel de topklasse van Bach. 6 collecties van gestileerde dansvormen. Iedere collectie een totaal ander karakter. En deze eerste heeft wat mij betreft een heel open, vriendelijk, gemoedelijk karakter. En dat leek me wel passend.
En graag sluit ik het programma af met muziek van Debussy. Toch nog even aan het slot naar Frankrijk. U zult denken, waarom Debussy? Het is eigenlijk de fijnste muziek om te spelen op een piano. Zijn muziek is zo kleurrijk, improvisatorisch, rhapsodisch. En hij nodigt de pianist uit om zoveel mogelijk kleuren uit het instrument te halen. En ik speel 5 preludes. Stukken die alleen al aan de titels die Debussy ze gaf ongelooflijk inspirerend zijn. Titels van een ongelooflijke poëzie en originaliteit. Ook een hoop humor toch wel, denk ik. En ik wil bijzonder de aandacht vragen voor het 4e deel. De cathédrale engloutie, de verzonken kathedraal. Dat vertelt het verhaal, een oud Frans volksverhaal, van een kathedraal die is ondergelopen in de oceaan. Er kabbelen de golven eroverheen. Het wordt bijna actueel trouwens, met de klimaatverandering. En op een gegeven moment reist die kathedraal voor 1 keer nog uit de golven omhoog. De klokken worden langzaam weer hoorbaar en ook het orgel zet weer in. En in al zijn majesteit verschijnt daar die kerk en dan na een poos zinkt die weer neer. Veel genoegen. Thank you.
Thank you.